Ik heb deze map tering lang niet gespeeld. Dat is echt super lang geleden. En wat de fuck, zit hier beneden nou serieus geen chest? Er zit hier ook geen chest. Ik heb geen chesten. Ik heb geen chesten, jongen. Hey, what the fuck is dit? Cubecraft. Hey Harm, wat voor texturepack gebruik je? Hey Harm, wat zijn je shaders? Jongens, wat gebeurt er? Ik bedoel, ik kan begrijpen dat je een nieuwe abonnee bent. En dat je mijn Minecraft super vet vindt. Tenminste, hoe het eruit ziet. Maar ik heb het zo vaak behandeld in video's. Zo vaak genoemd in de comments. En ik heb er zelfs een video van gemaakt. Die nu ook in de beschrijving staat. En daarin vertel ik wat mijn texturepack is. Wat voor shaders ik gebruik. En hoe je mods krijgt. En al die shit. Ik hoop dat dit de vragen stopt. Want ik krijg dagelijks nog super vaak die vragen. Oké, nu dat duidelijk is. Laten we even lekker de Minecraft gaan spelen. Oké, mensen, ik zit in de map. En de eerste challenge komt in het beeld. Hij komt in het beeld. In het beeld. What the fuck? Wat is de challenge? Oké, dit is een beetje vaag. Nee, dit is niet vaag, want ik ben een beetje klaar met die challenges. Zoals jullie misschien weten, de challenges, ja, ze raken een beetje op. Ik zie de comments, maar het valt allemaal wel mee in de comments. Heel veel mensen raden geen echte challenges meer aan. Dus ik dacht van, maar ik stap er gewoon even mee. Misschien ga ik er ooit weer mee verder. Maar ik dacht van, hey, waarom ga ik niet gewoon even verder met lekker PvP'en zoals ik eerst ook altijd deed. En toen waren, ja, toen kreeg ik ook veel meer kijkers op Skywars. Dat is nu altijd een beetje minder. En de likes zijn ook een stuk minder altijd. Dus ik dacht van, maar misschien is dat nog wel iets beter. Dus ik ga weer gewoon normaal spelen een keer vandaag. Want de challenges waren ook soms niet te doen. Heel vaak waren ze niet te doen. Dus dat is ook al meteen kut. En ik ga meteen even iemand toebouwen die het sterkst eruit ziet. Zoals deze man. En hij is ook met iemand bezig daar. Dus ik ga even daar naartoe. Let's go. Let's do this. Hop, 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 hop. Gauw, bouw, 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 bouw. Heb ik trouwens nog iets wat... Ja, ik moet een schoen aan doen. Oké, dan laten we dat even gaan doen. En ik zie dat iemand die gaat ook bouwen. Heb ik eieren? Kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op! Is hij down? Is hij down? Hij is down. Oké, chill. Hoeven we daar niet mee naartoe te bouwen? Dan ga ik even hierheen. Want hier zag ik volgens mij ook iemand neergaan, of niet? Ik zie daarachter zie ik sowieso iemand. En door, daar zie ik ook iemand. Oké, daar ga ik naartoe. Want die man heeft aardig wat nice shit. Dus dat wil ik even pakken. Daar heb ik even lekker veel zin in. Dus laten we er even heen gaan. En jongens, ik heb er echt super veel zin in. Ik hoop natuurlijk jullie ook. Oh man, ik ben er. Oh fucking, hoe heb ik dat overleefd, man. Dat scheelt helemaal niks. Ik heb in ieder geval een boom met arrows. Oh, dat had ik zo net niet eens gezien, joh. Hop, hop, dieven jij. Hop, nog een schot. Hoppakee. Ja, hij is down. Is hij down? Oh, hij is bijna down. Hoppakee. Oh man. Hit hem. Ik heb dus een golden apple genomen. Wat dom. Oké, ik heb nu een golden apple genomen. En nu ben ik dus weer helemaal back. Ik ben helemaal back. Oh! Wow, ik heb hem gekillt en ik viel en ik ben neer. Mensen, tot het volgende bordje. Oké, mensen, ik zie nu met Gravity en we gaan meteen weer door. Let's go met de fucking pro kit die we altijd gebruiken. Oké, gauw even looten. En dan gaan we proberen zo snel mogelijk iemand toe te bouwen. Want deze map is op zich best wel naar, want heel veel mensen campen altijd. Dat is ook best logisch in deze map. Omdat het echt, ja, kleine eilandjes zijn, dus je kan er zo afvallen. Dus je moet altijd een beetje oppassen en shit. Dus ik ga gauw even looten en dan ga ik proberen zo snel mogelijk iemand toe te bouwen. En dan ga ik diegene zo snel mogelijk proberen te vermoorden. Ik heb trouwens tering veel schoenen. What the fuck, wat doe ik met zoveel schoenen? En ook zoveel broeken, man. Ik hoef dat niet. Kijk wat ik allemaal heb, joh. Tering. Oké, laten we het even allemaal aan gaan trekken. Hoppakee. Ik heb full armen. Daar gaat het om. Dat is wel chill. Alleen heb ik alles wel liever in de diamond versie. Maar ja, dus zo kan het natuurlijk ook. Ik heb geen bouwblokjes. Are you fucking kidding me? Heb ik serieus nog geen bouwblokjes? Ik heb wel een boog met arrows. Dat is wel super chill. En ik heb ook een pickaxe. Dus ik zou op zich wel aan bouwblokjes kunnen komen. Maar dan moet ik even gauw even lekker gaan minen met mijn pro pickaxe. En ik ga ook wat meer potjes spelen. Puur omdat, ja, deze potjes zijn altijd iets korter. Want met challenges doe je altijd iets langer erover. En ik dacht van, nou, ik gun jullie wel wat langere video's. Ik bedoel van, ja, ik heb nu 50.000, meer dan 50.000 abonnees. En ik heb nog steeds soms video's die soms net boven de 10 minuten komen. Dus ik dacht van, ik maak ze gewoon iets langer. Gewoon dat jullie iets meer langer kunnen genieten van Minecraft Skywars. Dus dat gaan we zeer zeker even doen. Ik heb 38 blokjes. Dat is al meer dan genoeg. Geef naar deze man toe bouwen. Zo te zien heeft hij niks aan gooi items of iets anders. Zo, oh, ik nu van de kut. Oh, pas op. Pas op, hij wil teamen. Die man wil teamen. Ja, kijk, dit is een teken dat ik niet wil teamen. Dat is meteen al een teken. Ik team niet, dat doe ik niet aan. Oké, iemand anders schoot hem. Ik had het door. Die nare man. Oké, hij komt nu ook naar mij. Hij wil. Oké, hij gaat ook meteen naar mij. Dat heb ik door. Oh man, raak hem. Oh, die tyfus chest. Hij moet echt weg, die chest. Oké. Dat is echt een irritante chest, deze. Hij kan zo naar me toe komen trouwens, die jongen. Dus ik moet echt oppassen. Kom op, haak je ding nou weg. Duurt er nou serieus zo lang. Oh, kom op, haal dat tyfus ding weg. Haal hem weg. Oh man, oké, hij is weg. Super chill. Oké, gauw golden apples erbij pakken. Oké, want die gaan we zo zeer zeker gebruiken, denk ik. Oké, we gaan op hem schieten. Ja, jij schoot ze net op mij, dus ik schiet nu op jou. Is hij dood? Hij is neer. Oké, hij is neer. Oh, pas op, nog iemand. Hij gaat waarschijnlijk nog een nemen. Let op. Ja, hij neemt nog een. En nu komt hij naar me toe. Ja, hij komt naar me toe.
Nu neem ik ook een en nu ga ik naar hem toe. Wat vind je daarvan? Want nu kom ik naar jou toe. Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan, hè? Hè? En wat vind je daarvan, hè? Wat vind je daarvan? Wat vind je daarvan? Hop, 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 hop. Ja, get down, bitch. Hoppakee, ik heb hem gekilled. Ik heb deze items, heb ik helaas niet. Dat is wel echt jammer. Omdat hij had aardig wat shit. Hij had bijna full diamond of zo. I don't know wat hij precies had. Maar dat is in ieder geval best jammer dat ik dat niet heb. Dus ik ga gauw even iemand doorbouwen. Want ik heb nog steeds die potion, of die effects van die golden apple. Dus ik ga meteen even door. En even kijken of hier iemand zit. Want hier zat volgens mij ook iemand zo juist. Dus hij kan beneden zitten. Ik heb geen flauw idee waar die man zit. Hij zat toch op dit eiland hier? Want ik... Even kijken. Ik ga gewoon even door. Want hier zit volgens mij wel hier ergens één. Dan moet wel. Oké, daar zit iemand. En hier beneden zit iemand. Oh, wat de fuck? Hoe heeft hij mij neergehaald? Hij heeft mij neergehaald. Ik heb hem zo vaak gehit. Oké, mensen, ik zit nu in de map Tron. Of holy shit. Ik heb deze map nog nooit normaal gespeeld. Ik heb wel natuurlijk met de challenge hier gespeeld. Maar what the fuck. Ik heb nog nooit normaal gespeeld. En dit voelt gewoon echt goed om nu gewoon een keer in de map te zitten. Waar ik nog nooit serieus heb ingespeeld. What the fuck. Dat is best wel sick. Dat gevoel. Dus ik heb er echt super veel zin in. Als je trouwens dit vetter vindt dan challenges, meld het dan alsjeblieft. Want dan kan ik hier vaker mee doorgaan. Meld het alsjeblieft in de comments. En laat het even zien door een like. Dat zou echt super mooi zijn. Dat zou ik echt waarderen als je een like achterliet. Want de likes waren de vorige aflevering iets van 600, 700. Dat is op zich best veel. Daar ben ik echt tevreden mee op zich. Maar ik heb 50.000 abonnees. En dat is op zich voor 50.000 abonnees. En als je het vergelijkt met eerst, is het echt best wel weinig. Want eerst had ik gewoon 2000 likes altijd op Skywars. En toen had ik misschien 20.000 abonnees of zo. Dat was echt super weinig. En ik zie trouwens dat heel veel mensen hierop gaan schieten. En heel veel mensen ook voor de run hier gaan. Ik zie hier trouwens iemand. Die ga ik even afhalen. Hoppakee. Maar ik moet hier ook echt tering goed oppassen. Want ik ga echt neer hier. Ik ga echt neer hier. Ik word van alle kanten beschoten. Dus ik ga even een hockey hier bouwen. Een mooi hockey zo. Zodat ik zo veilig ben in ieder geval. Ik kan even lekker chest looten. Hoppakee, dit gaan we rustig aan doen. En als iemand hier komt... Oh, ik vind het echt een chille map trouwens. Ik vind het echt gewoon nice. Oké, laten we even gauw even alles gaan looten. Zit, hoppakee, die heb ik nodig. Van alle kanten even goed kijken of hier iemand komt. Oké, gauw chestplate, arrows, hop, hop, hop. Ja, we got it all. Oké, nice. Heb ook een chestplate erbij. Hier zit ook nog geen... Oh, buckets of lava, arrows. Oh, nice. Ik moet hier wel even binnen blijven natuurlijk, want anders is het een beetje onveilig. Wat heb ik allemaal nog meer? Oké, dit heb ik allemaal. Ik ga even verder lopen, jongens. En dan even... Oh, hier zit iemand. En die blijft daar campen. Die blijft daar campen. Ja, gooi mijn eier mij even op. Gooi... Bro. Oh, man. Nu moet ik oppassen. Nu moet ik oppassen. Oh! Oh! Man, dit meen je toch niet? Oké, mensen. Ik zit nog een keer in map Tron. Want ja, ik wil het gewoon nog een keer proberen. Die faal was echt zo insane. Ik was gewoon bang. En ik sprong. En ik viel... Oh, iemand schiet op mij. Oh! Oké, want ik kan niet meer nergens verschuilen. Dus dat is best slim om dat te doen. Oké, oh man, van andere kant ook, andere kant ook. Shit, 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 oké, ik moet echt oppassen nu. Echt oppassen, kom op. Iedereen heeft hier de first blood money kit, zoals Link het altijd noemt. Dus ik noem het nu ook zo, hè? Oké, hop, 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 even dichtbouwen hier. Oh my fucking god, iedereen gaat proberen zo snel mogelijk te killen. Dat is echt pittig slim eigenlijk, want deze map, je kan je eigenlijk nergens verschuilen. Oh, dat is pittig slim, je kan, ja, dit is echt naar gewoon. Holy fucking shit. Trouwens, ik wil het even met jullie hebben over de Skywars serie hemzelf gewoon. Dus even over de serie. Want heel veel mensen die vragen van... joh, wanneer upload je nou eigenlijk Skywars? En wat wil je eigenlijk verder doen met Skywars en shit? Want mijn kanaal staat eigenlijk vrijwel bekend om Skywars. Tenminste, door Skywars ben ik heel erg gegroeid. En daarom wil ik zeker ook doorgaan met Skywars. Maar ik zat even te denken, omdat de resultaten van de views en de likes en de reacties altijd een beetje meevielen. Dacht ik zo van, maar is het niet slim dat ik een keer iets anders ga proberen in Minecraft gewoon? Zoals bijvoorbeeld Egg Wars. Want Egg Wars ga ik sowieso waarschijnlijk ook beginnen op mijn YouTube kanaal. En als je deze video dus kijkt, dan ben je dus getuige ervan dat ik ga dat ooit beginnen. Oké, dat was niet goed Nederlands. Maar Egg Wars lijkt me ook super leuk. Dus ik ga dat waarschijnlijk ook beginnen. En ik zat te denken van, is Skywars eigenlijk nog wel de shit? I don't know, is dat nog wel de shit, jongens? Laat het even weten in de reacties of je dit nog wel de shit vindt. En dat zou ik echt super graag willen weten, want ik speel dat natuurlijk dus altijd nog wel. Maar het valt allemaal wat mee hoe positief het allemaal is. En als ik bijvoorbeeld iets anders in Minecraft ga doen, bijvoorbeeld de Hunger Games doet de laatste tijd weer super goed. Omdat ik met andere mensen ga spelen en shit, en dat vinden jullie allemaal super geweldig en alles en shit. Dus ja, laat even een like achter. Ik heb nog nooit eigenlijk super erg gevraagd om likes, maar gewoon even een like achterlaten als je dit nog graag wilt blijven zien. Als je het echt super vet vindt. En we kunnen ook wel iets qua likes afspreken. Ik I don't know, misschien is dat wel handig om dat te doen. Om even te kijken of jullie echt wel Skywars leuk blijven vinden. Dus wat
zullen we zeggen? Zullen we 2000 likes zeggen? Is dat een goede deal? Is dat iets wat we kunnen halen? Want ik zou dat echt super nice vinden. 2000 likes, dat is een goed aantal. En dat is gewoon mooi voor Skywars sowieso. Dat is super mooi. Want ik was 1000 was ik altijd gewend. En nu is het 600, 700 ongeveer. Dus dat valt redelijk mee. Maar dat zou super nice zijn als we dat kunnen halen. Dat zou echt mooi zijn dus. Oh, van achter ook. Van alle kanten. Man. Oh man. Oh shit. Ik word hier echt van alle kanten aangevallen. Oké, ik pak even lava erbij. Heb ik een boog? Ik heb zoveel arrows, maar geen boog. Dat ga je toch niet menen? Oh, hier zit vast wel ergens een boog, jongens. Ik moet echt een boog vinden. Kom op, gauw. Fixen. Ook echt niemand gaat in dat midden, hè? Kom op. Oh, daar zie ik iemand. Oh, raak hem alsjeblieft. Oh, ik raakte hem net niet. Shit. Oké, ik moet gauw even zo'n chest openen. Kom op, boog. Nee, geen boog. Oké, oh, ik word weer van alle kanten beschoten. Shit. En dat is weer een man. Oké, ik moet oppassen, jongens. Oh, hij gaat van mij. Hij gaat hem pakken, denk ik. Ik moet echt een boog hebben, jongens. Dan kan ik nu al zoveel kills maken. Shit. Ik kan hier eigenlijk niet weggaan, jongens. Want dit is te gevaarlijk. Oh my fucking god. Oké, hij heeft wel een boog. Dus hij heeft echt geluk. Ik ga daar weer even heen. Zit hier een boog in? Oh, dat fucking. Zit hier een boog in? Nope. Oké, hier zit dus geen boog in. Even hier even iets bouwen. Kom op. Gauw dichtbouwen. Hop. Oh man. Am I safe now? Oké, I am safe. Oh shit, dat scheelt helemaal niks. Holy damn. Oké. Ja, die man, hij moet echt neer. Ik wil een boog, kom op, fix een boog. Plus, ik moet een boog hebben. Kom op, bouw het dicht. Fuck's sake, jongen. Het is echt insane hoe gevaarlijk het is. Er zijn nog twee mensen, hij is de laatste. He's the last one. Last man standing. Oh my fucking god, jongens, dit moet lukken, oh man. Oh, dit is zo gevaarlijk hier. Dit is echt sick gewoon hoe gevaarlijk het is. Kom op, moet ik nog een golden apple nemen? Is dat slim? Is het slim dat te doen? Hij begint te bouwen. Oké, ik ga in aanval. Attack. Kom op. Haal hem neer. Hij moet neer. Kom op, hij moet neer. Ja! Oh, man! Net niet! Het scheelde niks! Oké, mensen, ik zit nu in de map Snakes en we gaan meteen weer verder. Ik probeer ze natuurlijk zo snel mogelijk alles te looten, want ik heb deze map tering lang niet gespeeld. Dat is echt super lang geleden. En what the fuck, zit hier beneden nou serieus geen chest? Hier beneden zit er altijd een chest. En dan kan ik eindelijk mijn eerste chest openen. Lukt het? Kan het dan nu? Kan het? What the fuck zit... Hoezo zit hier geen chest? Ik zie gewoon letterlijk geen chest. Are you kidding me? Ik zie geen chest hier. Waarschijnlijk zit er wel ergens een chest, maar ik zie hem gewoon niet. Waar zit hij? Hij zit gewoon echt verstopt. Ik vind het zo naar. En daar zit ook niet eens een... Oh, is dit een map zonder chest of zo? Geen chest. Fuck dit. Oké, mensen, ik zit nu met Castle en we gaan meteen weer verder looten. Let's go. We gaan meteen zo snel mogelijk die chesties proberen te pakken. Waar zit zo'n smerig chestie? Ik heb geen fucking flauw idee. Hieronder zit... Oké, dat was een prank, want ik zie hier helemaal niks. Laten we even omhoog gaan. Even kijken of hier iets zit. Nee. What the fuck is hier de chest? Are you kidding me? What the fuck is de chest? Heb ik serieus geen chest? What the fuck is dit? Man, moet ik omhoog voor een chest of zo? Oké, ik ga omhoog. Oké, kalm blijven. Is niks gebeurd? Oké, ik heb geen chest dus. Er komt iemand naar me toe. Ik zie geen chest. Ik moet omhoog. Oh, ik heb het net gesaved. Er zit hier ook geen chest. Ik heb geen chesten. Ik heb geen chesten, jongen. Ik heb geen chesten. Hoezo de fuck heb ik geen chesten? Jongens, er zijn geen chesten. Er zitten hier geen chesten. What the fuck, Cubecraft? Ik moet mijn shaders waarschijnlijk uitzetten, want dit is zo vaag. Heb ik nu chesten? Ik heb weer geen chesten. What the fuck is dit? Cubecraft. What the fuck? Want ik wil zo net even kijken van... Yo, wat doe even als ik die chest items ga aanpassen of zo? Wat gebeurt er dan? Oh, iemand sprong trouwens naar me toe en die valde volledig. Maar ik kon niet eens op die chest items klikken. Dat kon ook niet. Ik heb geen chesten, jongens. Oh, ik zie hem gewoon niet. What the fuck? Ik zie geen chesten meer. Wat is dit voor bullshit? Ga weg.
Ga weg! Maar ik zie de chesten niet! In ieder geval mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Het eindigde super vaag. Laat die like even achter en dan zie ik jullie wel de volgende keer terug bij een nieuwe video van Skywars. Mensen, tot de volgende keer. Later.